Alles Toegankelijk interviewt Marja Lambrechts, adviseur Eerste Lijn Zorg van Stichting Georganiseerde Eerste Lijn Zorg Zoetermeer. In 2009 hebben wij twee pilots uitgevoerd in Zoetermeer rondom het thema telefonische bereikbaarheid. En in die pilots hebben we verschillende veranderingen aangebracht om te kijken wat nou het meeste effect heeft om die telefonische bereikbaarheid te verbeteren. En ook om in te kunnen zien hoe kun je de telefonische bereikbaarheid beïnvloeden. Wat ik merk in het project is dat er de telefonische bereikbaarheid is echt te verbeteren. Het is te beïnvloeden door redelijke, makkelijke interventies. En het levert de patiënt heel veel voordelen op. Het levert enthousiasme bij de huisartsen en bij de assistenten. En het serviceniveau voor patiënten en eigenlijk ook voor de huisartsen en assistenten wordt enorm verbeterd. Nou, uit die pilots is gekomen dat er eigenlijk vier belangrijke interventies zijn waar je op kan sturen om je telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Eén belangrijke interventie is je techniek. Dat heeft ermee te maken met name je telefooncentrale en het aantal inkomende lijnen wat je beschikbaar hebt voor patiëntenverkeer. Het tweede is je praktijkorganisatie. Dus hoe heb je je praktijk georganiseerd? Hoe zet je je personeel in? Op welke momenten van de dag worden bepaalde activiteiten uitgevoerd? Het derde is de vaardigheden van assistenten. En dan heb ik het met name over gesprekstechnieken en triage. En het vierde is de inzet van je capaciteit. Dus de beschikbare capaciteit assistentie die je hebt. Hoe kun je dat zo goed mogelijk inzetten om de telefonische bereikbaarheid zo optimaal te krijgen. De patiënt wordt belt naar de praktijk en krijgt een keuzemenu. En dat keuzemenu zegt één, spoed. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat dat goed georganiseerd is, spoed. Twee, receptenlijn. Dus heeft u recept, dan kunt u recept hier inspreken. Dat wordt dan verder automatisch begeleid. Drie is de assistenten. Dat betekent dat de mensen die spoed hebben, die drukken meteen. Kies één. Recept, denk ik, oké, ik spreek nu mijn recept in. Dan heb ik de assistenten dus niet meer nodig. Dus daarmee maak je een splitsing in je stroom van vragen. Nou, ik vind het echt prachtig. Een voorbeeld is dat een huisarts mij aansprak en zei van, ik ben zo blij met die telefooncentrale en ik ben zo blij met de andere veranderingen die wij ook hebben doorgevoerd. En die zei van, mijn hele dag is veel beter te plannen dan voorheen.